Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het super leuk doen. We gaan knutselen en we gaan een mooie vlinder knutselen die je op je muur kan hangen in je kamer. Het staat super mooi. Wat heb je nodig? Natuurlijk ijsblokjes, een voorbeeld van internet, een lijmpistool met voldoende lijm, een snoeischaar en een potlood. En een veiligheidsbril voor de stukjes die rondvliegen. We gaan beginnen met de stokjes op maat knippen. Dat doen we met een potlood. Dan zet je ze naast de lijn en dan trek je een streepje waar het weer gevouwen wordt en knipt moet. Ik knip ook de zijkant, de bolle stukjes eraf. We gaan nu de laatste erin doen, dan zijn we helemaal klaar. 3, 2, 1. Klaar. Ik ga hem nu eraf halen en dan ga ik hem zo meteen spuiten in het zwart, want dan vind ik het mooi voor ook met deze. Dan kan ik hem samen in mijn kamer hangen. Spuiten met een zwarte spuit, dus jij mag een andere kleur kiezen, maar ik doe deze. En dan heb ik hier zo, ik sta hier dus een buiten, dat is wat beter. Wauw! Zo komt hij er later uit te zien. Dit duurt toch wel even. We moeten twee keer of één keer even en lang wachten. Spuiten. En dit is, wordt hem dus later als die klaar is. Dan ga ik ze mooi in mijn kamer hangen. Ciao!